Hoi en wat leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb vandaag voor jullie de weekend tag. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we gauw beginnen. Heb je op zaterdag en zondag weekend of ben je op andere dagen vrij? Nee. Zaterdag en zondag zijn echt mijn vrije dagen en vaak geniet ik daar ook heel erg van en pak ik ook echt die vrije dagen. Hoe laat sta je op in het weekend? Vaak probeer ik wel op tijd op te staan. Vaak zet ik mijn wekker rond 1:00 of 8:00. Tenzij het een hele late avond ervoor is geworden, want dan slaap ik vaak nog wel lekker uit. Hoe ontbijt je in het weekend? Nou, eigenlijk ontbijt ik gewoon lekker op mezelf het weekend. Ik eet wanneer ik trek heb en that's it. Alleen zondag eten we vaak wel altijd een gekookt eitje. Dus mijn moeder of ik die kookt dan een hele zooi eieren. En dan gaan we altijd lekker gekookt eitje eten. Hoe ziet jouw weekend er meestal uit? Als ik niet heel veel te doen heb, dan is het vaak wel heel erg relaxed. En altijd wel leuk en gezellig. En ben ik altijd lekker met mijn eigen dingetjes bezig. Soms heeft mijn vader storingsdienst. Dan ga ik pas met mijn vader mee. Ergens in Nederland moet hij dan werken. Dan ga ik wel mee. Maar soms, ja, zijn er ook echt wel planningen. Het weekend dan moeten we daarheen. En dan de dag daarna moeten we daarheen. Dus het ligt er echt wel een beetje aan. Maar als ik echt een relaxed weekend heb, dan doe ik echt helemaal niks. Alleen maar YouTube filmpjes kijken en series. Wat doe je het liefst in jouw weekend? Ik ben vaak altijd lekker wel een beetje bezig met school. En opruimen vind ik ook altijd wel eventjes relaxed. Ik ruim heel vaak op. Vaak 's avonds gooi ik alles neer. En dan moet ik de dag daarna alles opruimen. Maar dat vind ik vaak ook wel. Op de een of andere manier vind ik dat vaak lekker of zo. Ik weet niet waarom. Maar ik ben in het weekend eigenlijk wel het liefst bezig met schooldingetjes. Om daar gewoon een beetje in bij te blijven. Wanneer plan je activiteiten voor het weekend? Nou, vaak gebeurt dat het weekend daarvoor. Maar ik heb ook bijvoorbeeld activiteiten sowieso elk weekend even een stukje lopen. En vaak gebeurt dat echt op dit moment zelf. Dat ik denk van oké, nu heb ik even tijd. Ik wil nu even lekker gaan lopen. Ben je ook bezig met je studie of werk in het weekend? Ja, zeker. Ik heb vaak wel dingetjes die ik even doorlees. Ook al heb ik geen huiswerk, dan ben ik eigenlijk altijd wel bezig met school. En de laatste vraag. Hoe laat ga je naar bed in het weekend? Dat ligt er echt aan. Soms ben ik heel erg moe, dan lig ik er om 9:00 al in. Soms vind ik het heerlijk om gewoon lekker op te blijven. En dan ga ik gewoon pas rond 1:00 of 2:00, 3:00 naar mijn bed. Het ligt er echt heel erg aan. Maar het liefst ga ik lekker laat. En dan ook weer lekker vroeg op. Ja, ik moet wel een beetje compenseren qua tijd, toch? Goed, dit was alweer de tag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was super kort, maar wel heel grappig om te doen. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!